Ja, lieve mensen, het is een hele bijzondere vlog en de aandacht wordt besteed aan mijn lieve vriend Bert, die helaas is overleden. Ja, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel veel kunnen zien samen met mij in Gerloos, Gran Canaria, Bonaire, Curaçao. Veel gelachen en ja, veel gehuild, maar ook natuurlijk enorme mooie reis gemaakt samen met zijn vrouw, met Joker erbij, gezellig met Wino, met Glenn en alle bekenden. En overal was het feest, iedereen kende hem ook, iedereen vond hem ontzettend aardig, sympathiek. En Bert had natuurlijk een enorm ja, breed patroon in zijn hoofd als het ging om politiek, gezelligheid. Allemaal mooie dingen. Of het nou een wijnkennis was, of het ging ergens anders over. Het ging over de kroeg, of over lekker eten, of over wat dan ook. Bert wist altijd raad en altijd een goed verhaal. Zo jammer dat je er niet meer bent, Bert. Nou, lieve mensen, voor degenen die nog niet weten, mijn beste vriend Bertje Peters is helaas overleden gisteravond. Hij kreeg een longontsteking er nog bij en een bloeding na de chemokuur, die natuurlijk ontzettend zwaar was voor mijn goede vriend. Ik was maandag en dinsdag nog bij hem, toen ging het allemaal nog hartstikke goed. En een bakje koffie gedronken, gezellig gesproken, wat gaan we weer doen de komende tijd. Straks opknap gaan we lekker op vakantie. Het worden nu alleen maar hele dierbare herinneringen aan mijn goede vriend. My life rose, it's turned to years. No joy should grow by the soul of tears. It's more to goes on and on, but all the colors will soon be gone. Ja, maar geweldig eigenlijk. Oh, jezus, wat een man doet daar. Vind je het leuk, Bert? Maar dat is niet voor jezelf. Hij vindt het helemaal niet leuk. Nee, je moet toch voor jezelf. You can't.